Hey Jon, ja, jullie leken de overwinning te pakken, maar toch niet. Ja, na een minuutje of 80 leek het dat we hem eruit gingen slepen. Alleen krijgen we een dubieuze panel, denk ik. En helaas schiet hij binnen en wordt het 3-3. Denk je dat op het laatst dat je nog wel wat mogelijkheden krijgt met wat uitvallen? Alleen het mocht niet zo zijn vandaag. Toch goed spel? Ja, denk ik wel. Vooral heel veel strijd. En echt als team leken we te gaan doen. En als we dit doortrekken kunnen we echt hartstikke leuk gaan meedoen dit seizoen. Hebben we net ook tegen elkaar gezegd in de kleedkamer. Echt vanaf de kant hadden ze in ieder geval genoten. Dus ik hoop dat iedereen het heeft gedaan. En in het veld was het ook zo. Echt als team stonden we perfect. En ja, helaas dat we dan niet met 3 punten dat we onszelf belonen. Volgende week GVV, een ploeg die jij ook goed kent. Die winnen vandaag, die komen wat dichterbij. Wat verwacht je van die wedstrijd? Oké. Ik heb de uitslagen nog niet gezien, maar we hebben natuurlijk 3 geweldige wedstrijden op een rij. Ook daar gaan we gewoon weer voor die 3 punten. En GVV heeft al jaren een geweldige ploeg. Die zijn ook toen vanuit de hoofdklasse doorgestoten en gelijk een topploeg geworden. Dus dat belooft weer een goede wedstrijd. Weer de strijd winnen op het middenveld, want ik vond dat jullie vandaag op het middenveld wel sterker waren. Ja, het was, ik denk, de eerste 20 minuten een beetje zoeken. Ik moest eigenlijk veel te veel meters maken en dat deden nog wat middenvelders met. Maar daarna stond het beter. Maakte ook afspraken over in de rust. Maar net als vorige week hadden we het wel goed op middenveld. En we hebben nu wel, het wel duidelijk staan, dus kunnen we mee verder.